Groet mooie zielen en welkom bij een nieuwe live sessie van Yoga with Adriaan. Dit is Benji. En vandaag doen we een hele speciale huisdierensessie. Dus pak je harige vriend, spring op je matje en let's get started. Yoga with Adriaan. Ja, heel goed. Open je kneechakra. En ga dan maar lekker door naar de stervende flamingo. Kom op, Henky. Stervende flamingo. Rot op, gek. Nog even en ik doe een eeuwige lijkpose. En adem uit. Schud alle aardse materialistische zaken. Schud ze maar lekker van je af. Schud ze af. En kijk mijn nieuwe boek, Mindful Consuminder. De ultra deluxe golden hardcover edition. Oeps. Sorry. Waarom liggen al die mensen hier dan? Was dat iemands neus? Pardon, mevrouw, mag het even wat zachter? Gerry? Hey! Hallo, probeer hier een live-opname te doen. Henkie? Krijg tepels, je bent het echt. Oh, mijn lieve Henkie. Kom hier. Mijn lieve, lieve Henkie. Hallo? Hallo, het gaat hier om mij. Om mij gaat het. Ballenkut. Hideous, hideous, hideous Henk. Kut. Sorry hoor. Ik heb me niet meer zo opgewonden sinds voorgesneden brood werd uitgevonden. Oké, dus u was Henks eerste baasje? Dat klopt helemaal, kind. Oh man, ik zie mezelf nog zo zitten. De lelijkste pup in een nest van 12. Helemaal niemand wilde hem hebben. Zelfs mijn eigen moeder moest kotsen toen ze me zag. En toen kwam zij. Ze was zo blind als een mol, maar ze zag mijn schoonheid. We werden onafscheidelijk. Twee handen op een buik vol taartjes. Ze was perfect. Alles wat ik wilde. En even was het leven goed. Henkie, we hebben echt geen idee wat je zegt, hè? Oh ja. Maar op een dag ging het mis. Henkie, Migudu, waar ben je, schat? Lekker, lekker. Ah, godverdomme! Au, mijn lieve oude vrouwenhand. Het was een stom ongeluk. Maar Henkie was niet vals. Maar iedereen zei, doe hem weg. Straks bijt hij je dood. Ik heb er altijd zoveel spijt van gehad. Henkie, kun je het me ooit vergeven? Dat heb ik al lang gedaan, gekkie. Oh, ik had je nooit moeten laten gaan. Alsjeblieft. Ik bak zoveel koekjes voor je als je wilt. Geef me alsjeblieft mijn Henkie terug, no? Ik... Nee, sorry. Sorry, je hebt gelijk. Ik heb mijn kans gehad. Nee, Gerry, niet weggaan! Niet weer! Vaarwel. Zorg goed voor mijn Henkie. Oh. Ah, mijn hoofd! Oh, pardon. En toen ging ze weer weg. En was ik hem weer kwijt. Oh, Roemie, ik mis hem zo. Heb je al geprobeerd je emotiedrivers uit te schakelen? Henkie! Strompakje of Pranking Pete pakje? Oh nee, wacht, dat is hetzelfde! Oh, ik ben zo grappig. Wauw, lekker bezig, Michelle Ver. Roombie, ik hoor hier niet. Gerry is mijn echte baasje. Ik moet bij haar zijn. Ze heeft me nodig. Ik moet naar haar toe. Alsjeblieft. Medelijden geactiveerd. Beveiligingssystemen gedeactiveerd. Dank je, Roombie. Ik ga je missen. Error, snik. Snik, snik, snik. Olimalfunctie. Snik, huilen. Dag. Roombie, heb jij Henkie gezien? Henk! Nee!
aan. Ik geef je alles wat je wil. Eten, kleertjes, een nieuwe kattenbak. Zeg het me, Henk. Laat me niet alleen. Ja. Karma, bitch. Na 500 meter sla rechtsaf. Ha! Henkie, je bent gekomen. Mwa. Zo, welkom thuis, Henkie. Geen telefoons, geen social media, geen hysterie. Rust en stilte. Kijk dan, je oude mandje. Wat leuk. Wel iets kleiner dan ik me herinner. Heb je honger? Ja! Eten! Bedankt! Lekker! Hey jij, potje schaken? Hey, ik praat tegen je! Nou, dat toch lekker niet, lul! Nou, een beetje televisie dan maar. Straks, Groningen ontploft. Dode kinderen overal. Maar nu eerst, Michellever's Mental Breakdown. Het is de breakdown van Michellever. Michellever's Breakdown. Henk en ik zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan. Dit is mijn nieuwe kat, Frank. Oh, wie hou ik voor de gek? Niets kan Henk vervangen. Volgens mij was Henk deze kat. Henkie, kom terug. Ik mis je zo. En nu door naar ons panel, waarin we liever de ondergang van internetsterren bespreken dan belangrijke maatschappelijke problematiek. Buitenlucht. Ja, goed idee. Wil je dan wandelen? Hè? Ja? Ja, wandelen. Wandelen. Nou, daar gaan we dan. Mijn pacemaker. Mijn spataderen. Nou, dat was me wel het wandelingetje, hoor. Lekker gewandeld, Gerry, ouwe taartdoos van me. Morgen weer, hè? Henkie, ik ben zo alleen zonder jou. Ik weet dat ik mijn man ook op een destructieve manier aan het vormgeven ben, Stuart. Laat me! Deze toestand kost haar de haren op haar hoofd. Ja, jammer dat ze niet echt jong en knap is. Dan was dit wel echt interessant geweest. Laat mezelf met rust! Laat me met rust! Ik ben helemaal lijf! Ik moet iets doen! Henkie, etenstijd! Oh, wat is er, lieverd? Moet je weer een rondje om de tuinstoel? Gerry, het spijt me. Ik kan niet blijven. Ik... Ik weet nog goed toen ik je net ontmoette. Je was zo klein en eenzaam. Je likte mijn hand. En ik wist meteen dat we zielsverwanten waren. Maar het mooie van zielsverwanten is dat je er nooit maar eentje hebt. Doe wat je moet doen. Zij heeft je nodig. En jij hebt haar ook nodig. Roemi, initieer terughaalactie 24F. Terughaalactie geïnitieerd. Terughaalactie... Initieert. Dat ga je goed, Henkie. Hou je haaks, Gerry.
jullie al weg? Ik zie geen kut. Trap hem aan, Ruby! Voordat die mafkeet zichzelf wat aandoet! Turbo boost geactiveerd! Ruby, go! Michelle, hier ben ik! Nee! Waarom? Waarom? Je was te jong om te sterven. Ik bedoel, niet heel jong, het kan jonger. Ik ken mensen die jonger zijn gestorven, maar op zich is dit best jong. Waarom? Het leeft! Henkie, is dit een droom? Je bent het echt! Je bent terug! Maar waarom? Ik verdien je helemaal niet. Tja, we zijn allebei hartstikke rot van binnen, dus je moet wat, hè? Hou je bek en knuffel me. Oh, dank je. Ik beloof dat ik vanaf nu een beter mens zal zijn. Je krijgt het allerbeste baasje van de hele wereld, want dat verdien jij. Want jij bent de allerbraafste hond. Ja, Henkie Poe, dat verdien jij. Ja. En kut. Ja, heel authentiek, heel authentiek. Oké, kunnen we dit nog één keer doen, medium close van rechts, en dan met iets meer emotie? Heel graag, Henk, dankjewel, ja. Ja, ze boden me dus een reality show aan toen je weg was. Een reality show? Net als de Kardashians, al die likes. Ik kon gewoon geen nee zeggen. Sorry. Jij bent echt niet meer te redden, man. Oké, stilte op de set en actie! Gaat het onze kleine lelijke held ooit lukken om geluk te vinden? Zal Roomby eindelijk haar gevoelens voor Henk durven opbiechten? Zullen Henks pluizige vrienden ooit nog een rolletje spelen in dit verhaal? Krijgen de makers van Hideous Henk ooit voldoende budget om de serie voor te zetten? En wat gebeurt hier nou, godverdomme? Zie je in Hideous Henk seizoen 2. Voorbehoud van financiering. Hashtag Hiddies Henk seizoen 2. Hij is lelijk en klein. Wat? Sociaal niet zo fijn. Maar doet het goed online. Is dat maar schijn. Wijzen en lachen om je vieze geschenk. Nee. Hiddies Henk.